Welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal, het programma van het ministerie van Volksgezondheid. We beginnen vandaag met nieuws uit de regering, want behalve minister Diana Pocky is gebleken dat ook haar collega's David Abiyamofo en Reshma Kuldeep Singh positief zijn getest op COVID-19. President Chan Santokhi en de overige regeringsleiders zijn allen negatief getest. Ouderen worden al sinds dag 1 van de coronapandemie gerekend tot risicogevallen. Vandaar dat voor verzorgingstehuizen, oftewel bejaardentehuizen, als ook voor de particuliere thuiszorg in de medische protocollen niets aan het toeval is overgelaten. Het hoofd van de inspectie verplegende en verzorgende beroepen geeft ons de laatste stand van zaken over hoe veilig de 5 grootste bejaardentehuizen zijn. Ik moet aangeven dat ik vanuit mijn hoedanigheid als hoofd van de inspectie verplegende en verzorgende beroepen de minister de verantwoordelijkheid op mij heeft gelegd om de supervisie en de implementatie van de protocollen voor wat betreft de bejaarden op de huizen en de thuiszorginstellingen te implementeren. En we hebben, het gaat om 2 groepen, bejaardentehuizen en thuiszorginstellingen, maar we hebben voorlopig voor de grootste groep, dat zijn de bejaardentehuizen, we hebben voor die gekozen. Waarom hebben we voor die gekozen? Omdat die de grootste groep zijn die de grootste risico's lopen. En je moet de mensen weerbaar maken, het personeel weerbaar maken tegen de COVID-19 activiteiten en overige dingen die met betrekking tot COVID-19 te maken hebben. Om ze klaar te maken, om te weten van dit is wat ik moet doen, zo'n handeling moet ik plegen. We hebben in samenwerking met PAHO een checklist ontwikkeld. En die checklist is ontwikkeld op basis van de Corona Disease 2019 Preparedness Checklist van de WHO. Speciaal voor de thuiszorg en de woonzorgfaciliteiten, dus bejaardentehuizen. We hebben een paar weken erover gedaan. Het zijn eigenlijk bestaande checklist, is een bestaande checklist. De checklist was in het Engels, is van de WHO. Het is vertaald en het is aangepast naar onze maatstaven. En met die checklisten hebben we de afgelopen week, zeg maar van 5 oktober tot en met 12 oktober, hebben we in 5 instellingen de assessments gedaan. En die 5 instellingen waar we de assessment hebben gedaan zijn grote en bejaardentehuizen op 1 na. En daaruit is gebleken dat er een training behoeftig is, omdat de mensen nog niet helemaal weerbaar zijn om de aanpak met betrekking tot COVID-19 duidelijk onder de knie te hebben. Dus wij zijn dan op basis van de uitkomsten van de checklist, hebben we dan gezegd oké, er komt een training. Dus ik kan kort aangeven wat de checklist inhoudt. De checklist houdt in, er zijn 3 grote componenten in die checklist, namelijk de gereedheid. En met de gereedheid wordt bedoeld, is er een beheersingsplan, welke infectiepreventiemaatregelen zijn getroffen voor personeel, bewoners, bezoekers, etc. Is er een communicatieplan? Wat moet gebeuren als er een suspect case is in het tehuis? Welke stappen moet je ondernemen? Weet je welke contacten je moet leggen? Weet je met wie je de contacten moet leggen? Toch, dat is onder andere bij de gereedheid. En voor wat preventie betreft, daar ga je na als er voldoende beschermingsmaterialen beschikbaar zijn. Beschermingsmaterialen zoals mondneusmasker, schorten. Dus die beschermingsmiddelen die er allemaal moeten zijn. De wasbakken die er ook moeten zijn, want je moet je handen wassen. Het moeten niet alleen wasbakken zijn, de wasbakken moeten voorzien zijn van een towel, van handzeep of hand sanitizer. En natuurlijk ook een afvalton waarin je towel moet deponeren als je handen hebt afgeveegd. Verder is ook belangrijk bij de preventie de educatie. Er moet bij- en nascholing gegeven worden aan het personeel. De families en de bezoekers moeten voorgelicht worden met betrekking tot de COVID-19 maatregelen. Welke mededelingen zijn geplakt op het bord of aangeprikt op het bord om instructies te geven aan de, met name de bezoekers die er komen? Welke bezoekersregelingen zijn getroffen? Zijn er bezoekersregelingen waarbij je zegt er mag maar 1 persoon op bezoek?
Je zou ook kunnen aangeven afstandscommunicatie tegenwoordig via WhatsApp. Je kan de mensen laten bellen. Als ze niet over een telefoon beschikken en ze hebben hun familie lang niet gezien, kan je als personeel via jouw WhatsApp de mensen in contact laten komen met hun familie, ook al is het maar voor 5 minuutjes. Je moet de mensen goed uitleggen wat het allemaal inhoudt. Met de mensen bedoel ik de bezoeker. Verder is ook nog belangrijk bij dat onderdeel van preventie, de infectiepreventie en controle. Wat doe je allemaal? Hoe ga je aan- en uitkleden? Hoe ga je handen wassen? Hoe ga je om met materiaal? Hoe ga je om met de benodigdheden? Dat houden allemaal ook onder andere in onder het component preventie. En dat laatste onderdeel van die checklist is die respons. Daar hebben we daar te maken met de opnamecapaciteit. Is er een personeelsbestettingsplan in de instelling? Hoe zullen de personeelsleden ingezet worden? Zullen ze ingezet worden naar behoefte van de bewoners? Of zullen ze ingezet worden naar de werkomstandigheden? De essentiële en de niet-essentiële diensten. Je zal moeten gaan prioriteren. Wie komt wel, wie komt niet? En dan ga je ook nog kijken, welke tertiaire maatregelen heb je getroffen voor je personeel? Ga je de mensen straffen als ze ziek melden? Er is een regeling dat zegt, iedereen met griepverschijnselen moet thuis blijven. Blijft zo iemand thuis, geeft door dat die ziek is, ga je als werkgever zeggen van je moet een attest overleggen. Dat noemen wij de tertiaire maatregelen, de compensatiemaatregelen. Hoe flexibel en consequent, consistent ben je als werkgever, als de medewerker thuis blijft vanwege ziekte. En net heb ik aangegeven, de checklist is geweest in de afgelopen week. En die checklist dwingt ons nu om de mensen te trainen, omdat gebleken is dat de 5 instellingen, 5 grote bejaardentehuizen, dat ze nog niet helemaal voldoen. Soms hebben de mensen de dingen wel mondeling doorgegeven, maar het is niet vastgelegd. Het wordt wel gedaan. Maar we moeten in de verpleging en verzorging gaan leren vastleggen. Als iemand van buiten komt, moet die het zien. En als je het niet kan tonen, dan heb je het niet. Dus velen doen de dingen wel. Ze weten precies bijvoorbeeld met wie ze een contact moeten maken als er een suspect case binnen is. Weten ze, ik moet 178 bellen of de huisarts van de bewoner. Maar het staat nergens vastgelegd. Dus daarmee struggelen we ook. Wel, ik heb een boodschap dat ik het in mezelf ook, moet ik mezelf ook waarschuwen dat dat niet met mij ook moet gebeuren. Want het is een gevaarlijke ziekte, begrijp je, COVID-ziekte. Ik ben zo voorzichtig met alles. Ik praat tegen een ieder, wees voorzichtig, want het is een gevaarlijk, het is wereld, een wereldse ziekte. Het is gevaarlijk. Wezen jullie voorzichtig, gaan jullie niet op straat. Men verbiedt jullie, blijven, thuis blijven, dat is de boodschap. Let op je kinderen en let op je medemens, je familie. Ze heeft nog vader, moeder, let op papa, hoe gaat het? Met papa goed? Oké. En nogmaals, veilig thuis. Kijk, hier doen ze alle moeite. Ze zetten je in quarantaine. Maar als je niet gehoorzaam bent, dan ga je echt lijden eronder. Kijk, hoe wij het volk, de kinderen konden niet naar school. Je kan geen boodschappen halen, want het was pas voor ons. Nu, gelukkig dat men na 5 uur nog aan het werk kan gaan en boodschappen halen, ben je weer thuis. Maar als je die dingen doet wat ze vragen, het is niet veel, maar je moet niet ongehoorzaam zijn. Je handen wassen en dat allemaal. Hygiëne is belangrijk. Eerlijk is eerlijk. Onze frontliners verdienen na zoveel maanden praktisch round the clock draaien tijdens de piek, nu evenwel een break om bij te komen.
Ik wil het geen verplicht verlof noemen. Dat is in overleg met hun directe leidinggevende en de verpleging. Er is afgesproken dat men dus de mensen die verlof willen, dat ze ook dat verlof kunnen krijgen. Ik denk dat vanuit de menskant bekeken, heel veel mensen hebben 12-urige diensten gedraaid en keihard gewerkt. Vanuit de menskant bekeken denk ik dat het belangrijk is dat die break ingelast wordt, ook voor de verpleging, zodat men even bij kan komen van die zware druk die er op je ligt. En niet alleen de verpleging, ook de artsen, maar andere beroepsgroepen binnen die hele gezondheidszorg die zich ingezet hebben de afgelopen perioden. Het is van belang dat we mensen even weer ademruimte geven. We hopen niet dat de tweede golf komt, maar als die tweede golf komt, dan is het wel belangrijk dat mensen uitgerust zijn en dat mensen weer er tegenaan kunnen gaan. In Nederland zijn bij het RIVM voor vandaag 7833 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 537 meer dan gisteren, toen het RIVM 7296 nieuwe besmettingen meldde. De afgelopen 7 dagen werden gemiddeld 6884 positieve tests per dag gemeld, tegen 4529 een week eerder. In het ziekenhuis liggen nu 1526 coronapatiënten, van wie 313 op de IC. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding in Nederland. Welke impact deze situatie zal hebben op het personenverkeer tussen Suriname en Nederland, moet nog blijken. Ik geef mijn kinderen elke dag gezonde voeding en drinken mee naar school. Daarmee krijgen ze voldoende energie en een betere weerstand. Ik hou mijn kind met griepverschijnselen thuis. Ook als iemand anders met griep of COVID-19 in huis is. Zelfs de pauzes zijn nu veranderd. We hebben nu vaker en korter pauzes. Dat is prettig, want dan kan ik mijn mond-neusbedekking even afdoen. De pauzes gaan nu per klas. Dat is vooral om te voorkomen dat grote groepen kinderen bij elkaar zijn. Brassa geven of handen schudden doen we niet meer. Jammer, maar mijn vrienden en ik hebben allerlei leuke manieren gevonden om elkaar te begroeten. Gelukkig was ik al een beetje gewend mijn eigen brood en drinken van huis mee te nemen. Want we kunnen nu niet meer zelf naar de kantine. Niet erg hoor, het bespaart wat geld en ik kan gezonde dingen van huis meenemen, zoals vruchten en dingen met minder suiker. Als je geen eten van huis hebt meegekregen, mag je vooraf je bestelling plaatsen op een lijst in de klas. Jouw eten en drinken worden voor de pauze in de klas voor je gebracht. Dus, ook al zijn we buiten, we blijven in kleine groepjes en houden 1,5 meter afstand van elkaar. Ik bescherm jou en jij beschermt mij. Daarmee zijn we allemaal een beetje veiliger. Ook in de pauze. En we zijn gekomen aan het eind van deze 67ste aflevering van het COVID-19-journaal. Houdt u er rekening mee dat een gezonde leefstijl erg belangrijk is tijdens deze COVID-19-pandemie. En weet u, als we gehoorzaam zijn, dan houden we ook rekening met onze frontliners. De frontliners, de artsen, de ordendiensten, die hebben dan minder werk. Maar dat kan alleen als we met z'n allen gehoorzaam zijn aan de voorzorgs- en hygiënemaatregelen die bij u alom bekend zijn. Neem die alstublieft in acht. Let goed op uzelf.